Eigenlijk moet er gewoon een wetswijziging komen. Als je rookt, moet je gewoon iedere week verplicht afval gaan rapen. Maar ja. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Lukt het een beetje? Ja, het is niet zo moeilijk. Hè? Je moet enkel wel kunnen grijpen. Dus gaan ja, we... nou, grijp eens iets. Kom je wel eens tegen waarvan je denkt, hoe durven ze dit nu weg te gooien? Nee, het enige wat ik echt niet zo goed tegen kan, zijn al die sigarettenpeuken. Dat, ja, snap ik niet zo goed. Die kan je ook heel moeilijk wegkrijgen. Klein natuurlijk. Ja, klein en gewoon dat mensen dat gewoon op straat gooien. Ik vind, ja. Jij komt niet uit Boksel of wel? Nee, ik kom uit België. Helemaal hier naartoe om te prikken? Nee, ik werk bij het bedrijf dat dit organiseert. Dus daarmee. Okay. Ik vind het een goed initiatief. Dus, ik zou zeggen, prik ze. Ja, dankjewel. Super. Allee, knijp ze eigenlijk. Hè, maar... Knijp ze. Dank je. Waarom doe je dit? Gewoon omdat het belangrijk is in ieder geval. Dus mijn collega die had het opgezet. Dat je gewoon een dagje mee kon lopen om even afval op te rapen. En je bent toch buiten, je hebt toch middagpauze, dus waarom niet? Goed voor de lijn. Ja, precies, inderdaad ook. Okay, je krijgt toch tegenwoordig te weinig beweging met de kantoorbaan. Dus, je kan het iedereen aanraden? Ik kan het iedereen aanraden in ieder geval. Ben je al iets tegengekomen waarvan je denkt, jongen, hoe kan je dit nou weggooien? Nou, vooral heel veel sigarettenpeuken. Gek is dat, hè? Ja, ik zei toevallig al net tegen mijn collega. Ik zei eigenlijk, moet er gewoon een wetswijziging komen als je rookt. Moet je gewoon iedere week verplicht afval gaan rapen. Maar ja. Ja, dat is een goeie. Ja. Die houden we erin. Ja, precies. Succes. Dankjewel. Gooit u wel eens iets op de grond? Nooit. Vind ik echt heel asociaal als mensen dat doen. Nou, dat doen we niet. Ja, liggen ze, vooral heel veel sigaretten, zeggen ze. Maar je roken niet. Dus ja, is wel heel makkelijk dan, hè? Ik zal eerder ophapen als ze weggooien. Goed bezig. Oké. Okay. Where are you from? Turkey as well. And why are you picking in Holland? Because I'm living in Holland. Ah. And I feel like a citizen in Holland, so I Very want good. To contribute to the environment where I live, where I work. But do you think of people throwing everything on the ground? Yeah, it's not a good behavior, but I was also questioning, is there enough trash bins everywhere? Because, yeah, it's not good to throw everything away to the ground, but it's also a question for municipality to check if there are enough things for people to throw their trash away. Thank you. Ze komt uit Turkije, maar ze werkt hier in Nederland en ze vraagt zich af, zijn er wel genoeg vuilnisbakken? Gooien jullie wel iets op de grond zo, als je aan het lopen bent? Nee. Dan stop ik het in mijn zak. Ja? Ja. Jullie? Ik ook niet. Gooi het altijd netjes in de vuilnisbak. Dus, nou. Ja, hetzelfde antwoord. Keurig. Een mooi initiatief. Ja, dat klopt. Vinden wij ook. Kun je er iets over vertellen? Ja, we zijn eigenlijk begonnen als gezin. We zijn al sinds 3 jaar vrijwilliger in Boksel om te prikken. En sinds vorig jaar hebben wij bedacht om iets meer te gaan doen. En wie is wij? Dat is dan mijn man en daar mijn kinderen. Dat hebben wij, zo zijn we begonnen eigenlijk. En omdat wij iets meer willen gaan doen, hebben wij die stichting opgericht. Die stichting heet? Clean Up the World. We zijn zo ambitieus. Dus we gaan niet alleen prikken, maar ook echt oplossingen vinden. En we zijn eigenlijk ook heel nieuwsgierig van waarom gaan mensen de afval gooien op straat. Waarom? Ja, waarom? Dus daar... Heb je al een antwoord? Ik denk het wel. Ik denk luiheid. Dat zou ook kunnen. Dus ik wil dat bevestigen door analyse te doen. Dus we zijn van plan om surveys te gaan doen. In het begin wij in Boksel. En vanuit die antwoorden van de mensen, dan kunnen wij echt kijken van wat is het nou de echte reden, zodat wij ook een maatregelen kunnen plannen en implementeren. 9 juni doen wij een heel groot schoonmaak in Boksel. Dus als mensen willen aan te sluiten, graag. We hebben onze flyers opgehangen in supermarkten en ook in de gemeente Boksel zelf. Dus meld aan, zodat wij, hoe meer mensen, hoe beter. En na die schoonmaakactie willen wij analyseren van wat voor afval prikken wij en welke gedeelte in Boksel heeft meest afval. Dan kunnen wij daar echt iets te gaan doen. Nou, dankjewel. We houden het nog heel even in de gaten zo. Okay. Dat er niks uit jullie zakken valt. Yeah!